echt TV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio. Vandaag, 2 april 2016, is de officiële opening van het museum Stoomgemaal De Tuut in Appeltern. We kunnen het ons haast niet meer voorstellen, maar eeuwen geleden stonden sommige dorpen, lage dorpen in Maas en Waal, maandenlang onder water. Daar kwam pas na 1911 een einde aan met het openen, bouwen van een aantal stoomgemalen. Stoomgemaal De Tuut is daar één van en het heeft een rijke geschiedenis. De geschiedenis van De Tuut die begint in 1915 toen de plannen gemaakt zijn om dit gemaal te gaan bouwen of gaan ontwerpen zoals het heet. En men heeft tot 1918 daaraan gebouwd, hè, want dit gemaal kostte 500.000 gulden. En in die tijd kon je er ook 3 kerkgebouwen van bouwen met een toren. Het gemaal is in bedrijf gekomen om 10.000 hectare land in het stroomgebied van de Nieuwe Wetering, van Appeltern tot Heumen en tot Neerbos en Hatert, om dat droog te houden bij hoge rivierstanden. Het gemaal heeft 50 jaar onafgebroken gewerkt om zijn taak te vervullen om het overtollig water van de Nieuwe Wetering bij hoge rivierstanden over de dijk heen te pompen. Het was eigenlijk gebouwd om droge voeten te houden tot welvaart van de landbouw. Want als het land in deze tijd nog onder water stond, wat vaak gebeurde voor de bouw van het gemaal, dan had je armoe, mislukte oosten. En de naam De Tuut, waar komt dat dan vandaan? Nou, het gemaal heette vroeger het gemaal van de Appelternse sluis. Want deze Appelternse sluizen zijn al in 1320 aangelegd, toen de Nieuwe Wetering ontworpen en gegraven is. De stoomtechniek is toegepast omdat die ontwikkeld was om pompen aan te drijven. Want het was gewoon een medium om pompen aan te drijven. En deze buurtschap heette De Tuut. Toen Batenborg dit gemaal heeft overgenomen in 1983, is het eindelijk De Tuut geworden. Maar zo'n gemaal, dat onderhoud je niet met een man of 5. Ik zie hier heel veel heren rondlopen die hier volgens mij heel hard werken. We hebben hier met de vrijwilligers 70.000 manuur geabsorbeerd van 1996 tot nu. En die hebben gewoon de machines gerestaureerd. Dus de rol van de vrijwilligers die is heel groot. Zonder die vrijwilligers was het nooit gerestaureerd geweest. Er worden steeds weer zaken vernieuwd. Het gemaal is over 2 jaar 100 jaar oud. En als het 100 jaar oud is, dan zit er ook permanent onderhoud aan. En onderhoud is net als aan een oude auto. Hier blijf je altijd aan bezig tot op zekere hoogte. Dat is altijd werk hier. Er waren toentertijd ook meerdere gemalen. Er zijn in het stroomgebied van Rijn en Maas, in Gelderland en Noord-Brabant, zijn 75 stoomgemalen gebouwd. En die 75 stoomgemalen hebben gedraaid van 1846 tot 1967. Dit was de laatste die nog in bedrijf gebleven is. En het was gesloopt. Waren het niet dat die 100 ton ijzer, toen oud ijzer, toen stilgelegd werd. Men wilde het tegen de oud ijzerkosten laten slopen. En dat is eigenlijk niet gelukt. En toen is het blijven staan. Totdat rond 1980 kwam de industrieel erfgoed kwam langzaam boven water. En daarmee was een sloop niet meer vanzelfsprekend. En ja, toen ging men toch nog andere monumenten kijken als kerktorens, villa's en kastelen. En toen kwam dit ook in beeld van erfgoed wat een rol heeft gespeeld in de maatschappij. In dit geval gemalen voor het drooghouden van de grond en welvaart brengen. Wat kun je allemaal zien als je hier op bezoek komt? Je kunt hier zien het tussen water en vuur stoom maken in het ketelhuis. Dat is al een belevenis apart, hè? Om stoom te maken van 270 graden warmte. De stoommachines draaien, de bemalingspompen die komen in bedrijf. En we hebben hier nog een motorenmuseum van een aantal verbrandingsmotoren tussen 1880 en 1900. We hebben de oude kolenloods omgebouwd tot stoomcafé. Wij waren altijd geopend met stoomdagen waar tussen 200 en 600 bezoekers kwamen in een weekend. We waren open voor afspraken op groepen. Nu zijn we 6 dagen in de week geopend. Omdat de doederij, dat zijn mensen met een kleine beperking die hier zorgen voor de horeca. Het voordeel is dat met vele fietsers op de dijk of vele belangstellenden, die kunnen hier gewoon kennis nemen van dit unieke gemaal. En er zullen natuurlijk elke dag geen 100 mensen binnenkomen, maar al komen er maar 20 of 30 binnen. Dan zijn we voor die doelgroep toch beschikbaar. Ja, wat ik hier zo mooi vind is het verhaal wat het gebouw en alle machines hier eigenlijk zelf vertellen. En als je dan ziet hoe trots de mensen op dat gebouw en de machines zijn. En het verhaal dus samen met de machines vertellen. En het verhaal gaat over hoe vroeger
dit gebied vocht tegen het water. En hoe ze een manier hebben gevonden om met dat water om te gaan en om die polder droog te houden. En ik heb net ook een lied gehoord wat gezongen werd door alle vrijwilligers hier. En in dat lied werd dat heel mooi beschreven. Dat door de stappen die hier gezet zijn, door de technieken die hier ontwikkeld zijn en die enorme machines die hier werken, dat het gebied ook tot ontplooiing is gekomen. Het is een parel in het gebied, dit gebouw, de machines, de plek. Het is een parel van het land van Maas en Waal. En als je dan met elkaar in slaagt om 6 dagen per week open te zijn, doordat de doenerij hier een eigen winkel is begonnen, met mensen die hier werken, die hier trots zullen zijn op hun werk, dan denk ik dat we erin zullen slagen om heel veel toeristen, recreanten, hier even te laten stoppen. En gewoon te gaan zitten en te denken, wat is dit nou voor plek? En dan het verhaal tot zich te nemen. Nou, dan hebben we natuurlijk een win-win situatie. Dan hebben we het gebied heel mooi verteld. Dan hebben we een groep mensen geholpen aan werk waar ze heel trots op zijn. En dat is ook goed, dat is ook mooi. Ja, en we doen wat voor alle passanten. Geweldig, toch? TV Totaal voor Maas en Waal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio.